Na de Citytrip aflevering van Boeren vrouw zakte de liefdesmoed onzeerlijk gezegd in de schoenen. Eigenlijk spatten de hevige liefdesvonken er alleen af bij Bastiaan en Milou. Nieuwe beelden beloven goed nieuws voor dit. Koppel? Ja, het lijkt er namelijk sterk op dat Milou en Bastiaan tegenwoordig als stelletje door het leven gaan. Een hele duidelijke hint wijst daar namelijk op. En daar hoef je geen Sherlock voor te zijn. Kijk maar uit roepteken.boerenzoeksvrouw producent Blue Circle. Gooi gisteren een bovenstaande foto online. Als promo voor aankomende zondag, wanneer we in de grote reunie aflevering gaan zien of de boeren of nog de liefde hebben gevonden. En Bastiaan en Milou zitten in tijden van corona. De aflevering is recent opgenomen. Lekker dicht bij elkaar. Oftewel, die vormen een gezinnetje en hoeven geen afstand te houden. Of, Denken we nu te ver door? Bastiaan hartje Milou. We dachten eerder al een subtiele hint te spotten via Bastiaan's nieuwe Insta-kanaal, maar bovenstaande beelden geven wat ons betreft de doorslag: Bastiaan en Milou zijn nog altijd hartstikke verliefd. En dat is toch wel verrassend. Eerder leek het er namelijk op dat de afstand tussen die twee, Milou zit voor haar werk in Duitsland, mogelijk roet in het eten kon gooien aangezien Bastiaan absoluut geen lange afstandsrelatie wilde. BlueCircle verklapte eerder trouwens als dat de twee, Bilou, Mastian, mogelijk nog Hotel de Botel zijn. In de promo voor aankomende zondag zagen we zo hand in hand richting Ivo lopen.